Costa. Olga Fatkulina pakt zilver op de 500 meter. En ze was al wereldkampioen op de 1000 meter. Rusland is blij met een medaille bij het schaatsen. Maar het is niet zomaar even een gewoon meisje. Olga heeft een geschiedenis. Ja, Olga heeft geschiedenis. En ja, mooie schaatsgeschiedenis, maar ook persoonlijke geschiedenis. Moeilijke leven in de groeifase. En ja, verloren ouders. Dat is niet makkelijk weg geweest naar overwinnen van vorig jaar en naar deze overwinnen, moet ik wel zo zeggen. Want dat was zilveren medaille met beslissende leider van het seizoen, San Juali op 500 meter, tweevoudig Olympisch kampioen. Dat was geweldig wat het Olga deed. Als ik even mag onderbreken, in 2009 bij de junioren brak ze door met een wereldtitel en in de prijzen. Ik geloof twee medailles gehaald bij het WK Junior en Zakopane. En in 2010 begonnen jullie met een ploeg. En leg maar uit, want ze moest eigenlijk naar een andere ploeg toe, hè? Dat was toen ik kwam naar Rusland. En vroeg ik Pavel Abratkevich, welke samen met mij, met Olga werkt, om mij te helpen. En ja, op een bepaald moment, wij konden dit... heel veel schaatsers niet meer dragen als één ploeg. Het werd te veel, dus wij hadden voorgesteld nog andere coaches vanuit het buitenland hier laten komen. En ja, gelijk kwam natuurlijk de naam van Maurizio Marchetto, omdat het Ivan Skobrev had met hem goed gewerkt. Dus hij kwam naar Rusland en dat was de Russisch NK afstanden in Chelyabinsk 2011. En Olga werd gevraagd naar de damesploeg bij Maurizio te komen. Nou, het was gewoon het definitieve antwoord van Olga. Nee, doe ik niet. Dat is punt 1. En toen ze kwam gewoon gelijk naar mij en ze zei gewoon, ja, ik moet met jou werken en samen met Pavel. En als jullie mij daar naartoe sturen, dan stop ik met schaatsen. Dat was klaar uit. Was dat echt even schrikken? Dat was wel even schrikken, maar ik moest wel gewoon... Ja, definitieve beslissing nemen. Ik moest wel een harde positie bij de bond, bij de ministerie, bij andere keiharde positie nemen. Ik heb overal gezegd, ik geef geen Olga naar de andere team. Wij gaan gewoon hier houden en wij zorgen dat zij wereld- en olympisch kampioen wordt. Nou, die heeft al de wereldtitel heeft ze en een zilveren medaille heeft ze. Maar Olga is niet zomaar een schaatser waar je talent van ziet. Jij hebt gewerkt met Jan Bos. Toen kwam je in Rusland terug. En je kwam dus te werken met Olga Fatkulina. En samen met Pavel Abratkevich de Pol. Die haar eigen sprinttrainer is. En wat heeft die arme Olga allemaal moeten doorstaan? En wat heeft ze allemaal gehoord en gezien van Jan Bos door jou? Het is wel een beetje een moeilijk verhaal voor, misschien wel leuk voor schaatsliefhebbers. Ik heb als coach met Jan Bos en met Pavel Abratkevich gewerkt. Dus Pavel Abratkevich in feite was de sparringpartner van Jan Bos. Jan Bos in mijn ogen is denk ik ideale 1000 meter rijder alle tijden, welke ooit is geweest. En toen zag ik Olga en de sommige haar. Van natuur gegeven schaatselementen van de techniek, die waren gewoon de lijkende Jan Bos. En toen dacht ik, moeten we niet moeilijk doen. Voor Pavel is het gewoon makkelijk om uit te leggen in het Nederlandse begrepen. En alles wat met het schaats kleine snoefjes te maken heeft. En wij hebben besloten, toen had ik besloten, gewoon model van Jan Bos, mannelijke rijder, mannelijke techniek. Bij Olga stap voor stap te implanteren. Dus de arme Olga kreeg van jou een hele stapel videobanden. En dat kreeg ze iedere maand of iedere paar maanden. En ze moest kijken. Is het zo gegaan? Ja, zo is het gegaan. En Olga heeft niet videobanden, maar elke race van Jan Bos. Op 1000 meter. Alles wat het Jan heeft gereden, heeft Olga kunnen kijken en kunnen analyseren. Samen met mij, samen later met Pavel. En het is kijken, blijven genieten. Het is gewoon sowieso dat die flyer-stijl en glijmoment, die moet wel blijven inzitten. Dus over een paar dagen op de 1000 meter zien we een damesflyer die alle kenmerken heeft van Jan Bos.
maar waar het lichaam in zit van Olga Vatkulina. Ja.